Ben jij stoer? Ik vind mezelf wel stoer. Huil je wel eens? Soms, heel soms. Waarom? Waarom? Nou, ik kan me de laatste keer eigenlijk niet goed herinneren. Een agent of brandweerman zal het niet snel zeggen als iets hem of haar raakt. En dat terwijl ze best veel voor hun kiezen krijgen. Op het bureau wordt het dan meestal de spanning weggelachen of we praten erover en dan worden er bepaalde grapjes waar een slappe lach uit kan ontstaan. Politiemannen maken vaak harde grappen. Bijvoorbeeld, je moet een taart tracteren als je een lijk hebt gevonden. Op zich helpt dat wel, maar het is beter om er echt over te praten. Wij maken ook mee dat mensen pas op hun 70ste gaan vertellen wat ze feitelijk jaren terug hebben meegemaakt. Omdat ze in een andere fase van hun leven komen. Dus ja, erover praten en met elkaar terughalen. En met je collega kan je dat het beste doen, want die was erbij. Maar de Stichting Basis wil niet dat brandweer- en politiemensen wachten tot na hun pensioen. Ze moeten hun verhaal eerder kwijt kunnen. Zo! Ga liggen, ga liggen, ga liggen! We brengen de geuniformeerde beroepen bij elkaar die ook betrokken waren bij het geweld in Hoek van Holland. Daar organiseren we binnenkort een eerste dag voor. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi startpunt om aandacht te geven aan wat er is gebeurd. Je ziet niet zo heel veel, maar je merkt dat op een gegeven moment collega's ziek thuis zijn. Die dan toch of een burn-out hebben of toch met bepaalde dingen heel moeilijk hebben. En dat je dan toch achteraf denkt van nou, dat waren toch wel echt collega's. Dat je ook, ook nuchtere mensen, ook ik zou er een slachtoffer van kunnen worden.